Nou, ik ben ga over anderhalf uur, ongeveer twee uur, naar Robben Island. Maar tot die tijd moet ik nog het een en ander mezelf vermaken. En ik zag dit museum. Ik wilde eerst naar het aquarium, maar dat ga ik morgen doen. Daar wil ik de tijd voor nemen. Maar dit is een soort Imperial War Museum, zouden ze het in Londen noemen. Je noemt het Batteries Museum. Batteries are kanonnen. Een groot feest vandaag in Kaapstad. Omdat het regent. Er is een enorme droogte hier. En water is op wat rantsoen, dat merk ik ook in het hotel. En dat is wat. Dat water op rantsoen is. En ze hoopten op regen, nou dat is vandaag gekomen. Hier zie je een maquette van Kaapstad en als je hier die inham ziet. Zit dit museum hier midden in het water. Waarom? Omdat de haven is gebouwd op deze, in deze, deze watermassa. Die watermassa die is nu droog gelegd. Ja, waarschijnlijk weer wat Nederlandse invloeden zou ik maar zeggen. En nou ja, daar zitten nu de haven en dat is de weg waar ik gisteren langs ben gegaan met de auto richting Kaap de Goede Hoop. Dus nou ja, we gaan hier genieten. Jullie mogen even meegenieten. Dit is overigens opgegraven. Niet hier, dat hebben ze verplaatst. Dit zijn muren die ze nog niet eens zo lang geleden hebben ontdekt. En het mooie van die muren is dat dat heel veel vertelde over de geschiedenis van Kaapstad in de 17e eeuw. Dus we zeggen wel dat de Europeanen zo advanced waren in die tijd, maar it's time to be humble, zal ik maar zeggen. Ik merk ook dat dat mij wel op dit moment bij mij wel wat speelt. Being humble. Ik vind namelijk dat wij Europeanen ons wel heel centraal stellen. Als je hier het nieuws aanzet, dan hebben ze het ook heel veel over Europa. Ik heb er gisteren nog een stukje over gezegd op mijn Facebookpagina over een radioprogramma over de Franse president die een 30 jaar oudere vrouw heeft. En toen ging het over relatie. Als je in het Amerikaanse of in het Europese nieuwsbulletins kijkt, is het eigenlijk heel weinig over landen in Azië en Europa of in Afrika, behalve negatief nieuws, maar over verkiezingen, ja, Zuma is nu een beetje in het nieuws. Het lijkt wel of de hele wereld op Europa en de Verenigde Staten is gericht. Hier zie je, nou zie je ook waarom het hier een stukje heen is verplaatst, de uitbouw. Want dit is de rand van de oude haven. En hier zie je ook dat de muren naar buiten lopen. En hier, dit was dus de originele kustlijn. En als je, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, verder door het raam kijkt, zie je dat de haven nog veel verder loopt. Waar het overigens nu keihard weer begint te regenen met onweer. Dus de feesten op straat zullen nog groter worden, want ze zijn echt heel blij met die regen. Wat ik hier trouwens zie,
1, 2, 3 bomprojectielen. Dat is 14 meter. Uit vergane tijden, zullen we maar zeggen. Ik zet jullie even uit. Ik vond het leuk om even iets te vertellen over die muur. En zie jullie straks op de boot naar... Als het niet gecanceld wordt, overigens. Wat mij opvalt in het Zuid-Afrikaans is het ontbreken van de D's en de T's. Wat een verstandig volk. Dat scheelt weer een hoop grijze haren bij veel mensen die moeite hebben met voltooid deelwoorden en verleden tijd en weet ik veel. Dat wordt in de Nederlands taal zo ongenodig ingewikkeld wat schrijven betreft. Ik heb daar ook moeite mee en ik ben zelfs leraar. Dus laten we gewoon met z'n allen die T's weg gaan laten. Kijk maar. Dat is een goed idee. Zo, zojuist aangekomen op Robben Island. En ben nu aan het uitstappen uit de boot. Als een echte toerist weer. Maar wat ik heb gezien al in de terminal van de boot. Of voor de boot, voordat ik instapte op de boot bij Kaapstad. En de verhalen van de politieke gevangenen maakt je toch wel nederig, humble. Dat is misschien een betere woord. Het Robben Island is trouwens groter dan ik had verwacht. Het is er wonen ook hier gewoon mensen buiten de gevangenis. De gevangenis is maar een klein onderdeel van het eiland. Dat had ik niet verwacht, dat het een heel klein eilandje was. Dus heb nu al wat geleerd. Oké, tot later. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Oh. All right. You are welcome to Robben Island Museum, okay? My name is NTOZA. I was also a political prisoner kept in this prison. Smoking inside. It is private. Whilst I take you through to the prison job, you may ask me questions. And you are also allowed to take pictures as much as you can. But just before we start with our journey inside the prison, I would like to warn you. If you are not asking questions, you are going to be locked in one of the cells. And now, you are my prisoners. I am your prison ward. I am the only one who's giving the instructions. I've said I was also a prisoner kept in this prison. I was arrested on the 18th. June 1984, charged under Section 29 of Terrorism Act, detained 6 months in a single cell in Pearl Prison. And on the 18th of June 1986, I was sentenced 14 years. And again, I only spent 4 years in this prison instead of 14. We were released through indemnity when Mr. F. Double de Klerk announced on the 2nd of February 1990,
That is going to release the late Comrade Nelson Mandela and other political prisoners. And in February 1990, I was in a fourth group to be released. These stones are called the Blue Stone. When they brought us down from the harbor to the prison with iron legs and handcuffs, all these doors were locked. The prison warder was with us. He would knock like this. Yangi Yek, the one who was in possession of the prison key, he will open up this door. And before you reach the cells, you have to pass four steel doors. All of them were locked. Go ahead. Go ahead. It's easier for you. Censureerde brieven. Don't worry, had ook een foto op de site van Facebook.
my dad in Lexington. This action. Where the lady Conrad Nelson Mandela and other police candidates were kept. When they were brought to this island in the 60s, they never started in this prison. This prison was not there. At that time, there were only two prisons. It was the Zingitrong and the Old Trong on this side of the island. And those two prisons were only meant for common law prisoners. They were housed with the criminals. This prison, which is called the Robben Island Maximum Security Prison, it was built in 1963, completed in 64, by political prison. All the bricks that he built in this prison were attacked by political prison. In the Bluestone Quarry number 1 and Jan van Riebeek Stone Quarry. And again this island, in the 1600s, it was used as a refreshment station by Europeans. Ladies and gentlemen, the history of Robben Island, it does not start during the era of Mandela, Sisulu, Mbeki, and the others, and myself. It started way back before that. In the 14th and 1600s, there were slaves that were perishing the island. Others were coming from Madagascar, Malawi, Mozambique, Portugal, Canada, Indonesia, and the Ireland. I've only mentioned the few countries, because the list is endless. Otherwise, I won't finish it now, if I can mention all the countries. As a result, when you are in the village, there are graves. Those graves belong to the Irish people. They were buried in the island. I'm not talking about the graves next to the prison. The one that was told in the past that were the graves of the people who are suffering from the disease, leprosy. No, the village. And the Robben Island, it was discovered by one of the Portuguese men, 1488, Bartolome Dias. As you know, that during the period of the Dutch East India Company, they were sailing along the coast seeking spices. They used to be in the sea 12 months and above. Because during that period, boats that they were using, they had no engine. They were depending on the wind. For not getting refreshment, they were suffering from a disease called in Afrikaans, skeerbeek. We gaan nu naar de cel van Nelson Mandela. Dacht ik. Oh, dat gaan we ook. Thank you.
Mensen sliepen op de grond. And also the leadership of Namibia and the cell nummer 7. Ik ga nu al van Mandela. Dit was Mandela zelf. Ziet zo heet ook een rode emmer. Ja, toilet. Alright, don't be shy. Dit is de cel van Nelson Mandela. Ongelooflijk. Dat je daar 18 jaar in moet moeten wonen. No, never mind. Take your time. Onze fiets moet wat ongeduldig, geloof ik. All right, ladies and gentlemen, this was the prisoner's diet script. You can see the rational balancing, and we knew why they came up with this idea. They wanted us to be divided inside a cell, but we never allowed them to divide. Who said it was the old system of state that was used in the 60s and 70s before they introduced the grams and kilograms, which was called the ounces? In the 60s and 70s, the so-called Bantus during apartheid, that means blacks, we were not allowed
to get bread and jam. Those were getting bread and jam. It was through the prescription of a doctor. If we had no prescription, we were not allowed to get bread and jam. And the prison guard of Ahmad Kadram, his prison number was 468, stroke 64, 468 is the number of prisoners, 64 a year, where they are right in this prison. The prison number of the late Corporal Nelson Mandela was 466, stroke 64. My prison number, 58, stroke 86 every year. On the 1st of January, the numbers will start afresh from 1. Only the years of Farah Iman, that was different. Because they like to monitor how many people they have accommodated on that particular year. Ik heb de tour gedaan van de gevangenis van Nelson Mandela met een ex-gevangene die in de eindtijd van dat Mandela hier zat ook heeft gezeten. Daarvoor heb ik een bustour gedaan over het eiland. Ik moet zeggen, de bustour was buitengewoon leuk. Alleen het filmgedeelte is mislukt dankzij mijn GoPro. Die weer kuur had en alleen maar. Die had gewoon kuren. Ik heb wat opnamen gemaakt van de tour door de gevangenis. Ik moet zeggen dat ik daar eerlijk gezegd een beetje teleurgesteld over was. De tour guide was nou niet echt inspirerend, laat ik het zo op zeggen. En dat vond ik erg jammer. Ik had er meer van verwacht. Het ging meer over hem dan over de geschiedenis van de grote politieke leiders hier. En ik kreeg nauwelijks de tijd om even wat te horen van de grootste politieke gevangene hier, Nelson Mandela. En we kregen ook nauwelijks tijd om zijn cel te bezoeken. En dat vond ik teleurstellend. Maar goed, het is toch wat bijzonder om hier te zijn geweest. Wordt op Robben Eiland toch ook wel heel erg duidelijk dat de Britse en Nederlandse overheid van Zuid-Afrika ook een behoorlijk gewelddadig is geweest. En dat zouden wij Nederlanders ons wat meer mogen aantrekken wat mij betreft. Goed.
In ieder geval tot zover Robben Eiland. En nu... No, I don't mind taking a picture. Can I have the camera afterwards? No. With or without a bus? What do you want on the picture? The porch? Yeah, okay. Okay. Let's zoom a little bit out. Say cheese. Oh, that's the wrong button. Say cheese again. No, cheese again. Okay. Say Swiss cheese. Yes. Okay. Thank you very much. You're very welcome. Bye. It's exciting too. Not allowed. Now we're gonna be docking shortly. Oh, okay. Okay. Yeah. Zo. Goedenavond allemaal, of goedemorgen. Ligt eraan wanneer je kijkt. Vandaag in het Kaapstadjournaal hebben jullie gezien dat ik naar Robben Eiland ging. Hier. Het eiland was groter dan ik had verwacht. Maar de ervaring was teleurstellender dan ik had verwacht. Ik moet zeggen, ze raffelden. En dat vind ik niet eerbiedig om te zeggen, maar ik zeg het toch. De rondleiding nogal af. Dat is ook precies waarom ik een hekel heb aan groepsreizen en rondleidingen. Ik wil liever zelf gewoon dingen ontdekken. De man die ons rondleidde, die had er volgens mij gewoon duidelijk geen zin in. Maar goed, dat mogen jullie zelf beoordelen. Ik vond het in ieder geval vreselijk. Wat ik wel leuk vond is, daarvoor heb ik hier heel Goriel overwicht het Kanonnenmuseum, Battery Museum, bezocht. Dat was wel interessant. Ik wilde aanvankelijk naar het aquarium, maar daar wilde ik tijd voor nemen. En dat ga ik dus morgen doen. Dus, want ik had niet zo gek veel tijd. Morgen, ik zeg in het filmpje dat ik vanavond naar Mama Africa ga op aanraden van Gabi en ook van Meltem. Maar dat ga ik ook morgen doen. Want ik ga morgen naast het aquarium gewoon lekker de stad in. En dan vind ik dat beter te combineren. Oké, dat was het voor vandaag. Voor mij een iets wat teleurstellende dag. Overigens... kan het hier enorm regenen en dat gunde ik de Cape Towners erg, of hoe ze, nou ik weet niet meer hoe ze zichzelf noemen, want het was hier kurkdroog, er is een droogte geweest en ik heb nog nooit zoveel mensen zo blij zien zijn met regen. Ik hoop trouwens morgen als ik in de stad ben ook... wat ik onder andere bij Gabi en haar klasgenoten zag, van die dansende mensen, typisch Zuid-Afrikaanse dansen, uitzien voeren, dat ik die ga zien, want dat lijkt mij fantastisch. Ik heb vandaag ook wel ontdekt dat ik het Zuid-Afrikaanse volkslied erg mooi vind. Oké, dat was het voor vandaag. Hoi!